Tijdens de Dutch Audio Event 2022 zijn er afwisselende lezingen en live muziek in het auditorium van de Koningshof in Veldhoven. Het programma ziet eruit als volgt: Zaterdag 8 oktober. Om 12 uur begint het met live muziek. Cousin Hatfield, een band die bestaat uit Nathalie Schaap, Jos van Ringen en Mark Schimmel. Kort voor 1 volgt mijn lezing met als titel: streaming audio en alles wat je nog niet wist. Streamer. DLA, Rune, Network Networkbridge, Streaming, DAX enzovoort. Netwerk audio, het lijkt zo ingewikkeld. Er zijn echter geen geheimen, alleen dingen die je misschien nog niet weet. Om half twee weer een optreden van Kazin Hatfield. Om kwart over twee een herhaling van mijn lezing. Om drie uur het laatste optreden van Kazin Hatfield. En om half vier een lezing van Elko Grim met als titel Observaties over laagfrequent weergave in luisterruimtes. Ilko is niet alleen een van de oprichters van Grim Audio, hij is ook onderzoeker en docent aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, waar hij muziek en technologie doseert. Een aanrader dus. Zondag 9 oktober. Ook deze dag begint met muziek. Om 12 uur start het ensemble Ferme Celli. Vier cello's gespeeld door Frank Wakelkamp, Rosalie Ivanov-Sijnstra. Marian van Randeraad en Sanne de Graaf. Kwart voor één volgt mijn lezing met als titel Streaming Audio en alles wat je nog niet wist. Streamer, Dinalee, Roon Network Bridge, Streaming Dax enzovoort. Netwerk Audio, het lijkt zo ingewikkeld. Er zijn echter geen geheimen, alleen dingen die je misschien nog niet weet. Om half twee weer een gastoptreden van ensemble Fermacelli. Om kwart over twee een herhaling van mijn lezing om drie uur het laatste optreden van Ensemble Fermacelli en om half vier een lezing van Guido Tent, beroemd geworden door de Tentklok, dus oprichter van Tentlabs, maar ook medeoprichter van Grim Audio en docent aan de Fontys Hogeschool voor Toegepaste Wetenschappen in Eindhoven. Zijn lezing gaat over bijzondere elektronica-ontwerpen in audio.